Wat ik zo fascinerend vind aan het afweersysteem is dat je continu een leger van cellen hebt in je lichaam. Dat iedere dag bezig is om te kijken of er iets mis is. Of er andere cellen zijn die bijvoorbeeld geïnfecteerd zijn door een virus. En die cellen dan vervolgens verwijderen. En mijn doel is om te begrijpen hoe dat systeem werkt. Als ik nu terugkijk over mijn carrière, dan denk ik dat eigenlijk de interesse uit twee dingen voortkomt. Ten eerste heb ik gewoon een intrinsieke behoefte om te begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. Een tweede factor die denk ik een rol speelt is dat toen ik heel jong was mijn moeder kanker kreeg. En ik denk dat het ook wel mij ten dele gevormd heeft en uiteindelijk heeft bepaald dat ik in dit vakgebied terecht ben gekomen. Heel vroeg in mijn carrière was ik voornamelijk bezig om te begrijpen hoe het afweersysteem werkt. In de loop der jaren zagen we dat we die kennis echt konden gebruiken bij de immuuntherapie van kanker. En in die periode is mijn onderzoek zich steeds meer gaan richten op de ontwikkeling van nieuwe vormen van behandeling. Ons lichaam bevat miljarden T-cellen. Je hebt T-cellen in je bloed die bijvoorbeeld een griepvirus kunnen herkennen. En het doel van ons onderzoek is om te bepalen voor individuele cellen wat ze nu precies wel en niet kunnen herkennen. Zodat we op die manier kunnen bepalen, is er een afweerreactie tegen de kankercellen aanwezig? Is er een afweerreactie tegen een ander eiwit, bijvoorbeeld een viruseiwit aanwezig? En die kennis kunnen we dan gebruiken, zowel voor diagnostiek, maar ook voor mogelijke nieuwe behandelingen. Wat we graag willen, is een technologie opzetten waarin we een beetje bloed kunnen nemen van de patiënt. En dan de DNA-code van al die T-cellen uitlezen. En met behulp van alleen die informatie bepalen wat die T-cellen kunnen herkennen. En dat zou een hele snelle, een hele efficiënte nieuwe methode kunnen zijn om te bepalen waar het immuunsysteem op reageert bij een individuele patiënt. De nieuwe technologie die we willen ontwikkelen, die past eigenlijk in een grotere ambitie om toe te gaan naar een situatie van immuuntherapie op maat, waarbij we voor iedere patiënt kunnen bepalen waarom het afweersysteem onvoldoende in staat is om de kankercellen te vernietigen, zodat we heel precies onze therapie kunnen afstemmen op dat probleem en daarmee patiënten kunnen helpen.